Nou, FIFA was een puinhoop, kan je zeggen. UEFA wordt nu ook een puinhoop. Ja. Voetbal is een puinhoop. Nou, in ieder geval de bestuurslagen van het voetbal zijn van het internationale voetbal zijn een grote puinhoop. En het is nog nooit zo geweest zoals het nu is. Wat je nu krijgt is dat de FIFA is stuurloos, heeft geen leider. Want naast Blatter is ook de secretaris-generaal Jérôme Valk is geschorst. De verkiezing die eraan zit te komen, er is eigenlijk geen kandidaat meer waarvan iedereen zegt, nou die zal het gaan worden, want ja, iedereen is geschorst. En de UEFA, ja, Platini moet ook opstappen daar, want hij kan zijn werk niet uitoefenen als hij geschorst is. Hij mag de stadions niet eens in. Dus ook de UEFA moet op zoek naar nieuwe leider. En daar is, dat is dan wel interessant. Kijk, Van Praag is natuurlijk als kandidaat voor het FIFA-presidentschap, heeft hij ervaring opgedaan in hoe je in die wereld moet bewegen om mensen achter je te krijgen. En dat kan hem nu wel van pas komen als hij bij de UEFA ambities heeft. En ik denk dat hij die wel heeft. Wat denk je dat de stellingnaam van de KNVB gaat zijn? Want de KNVB steunde Platini altijd. Dat is dus ook niet goed. Platini heeft ook gezegd, maar hij moet al zijn taken legt hij gewoon nu voorlopig neer. 90 dagen geschorst. Ja. De kans dat hij aan de bak komt is heel klein. Ja. Wat zal de KNVB doen? Nou, officieel zegt de KNVB nu nog dat zij achter hun eerdere verklaringen staan. Maar goed, tegelijkertijd, ze zijn net naar Kazachstan gevlogen, de top, vanwege Oranje natuurlijk. En daar heb ik begrepen wat wel overlegd, ook over het standpunt van de KNVB hierin. En de UEFA komt volgende week donderdag bij elkaar, een soort crisisberaad, alle landen. Zolang het bestuur van de UEFA heeft vandaag aangekondigd dat ze nog steeds achter Platini staan. Nou, in het bestuur van de UEFA zit Van Praag ook. En het zou unaniem zijn, dus dat betekent dat Van Praag nog steeds achter hem staat. Maar ja, als er nog meer dingen naar buiten komen de komende weken, en dat is zeker niet uit te sluiten, dan ja, zullen ze zich toch moeten bezinnen. En dan moeten ze eigenlijk op zoek naar een nieuwe kandidaat voor die FIFA-verkiezing die eraan zit te komen. Want ja, die gaat gewoon door volgens nog. Guus, voetbalfan. Hoe kijk je naar als voetbalfan? Ja, het is een zooitje, toch? Ja, dat is wel een goede conclusie. Maar volgens mij is het al heel lang. Volgens mij was dat voor meneer Blatter ook al. En nu zijn we allemaal flink aan het graven. Nu komt het aan het licht. En nou blijkt hoe verrot het eigenlijk is. En dat is wel best wel triest, want het is wel een hele mooie sport namelijk. Ja,